Deze beschouwing. Daarin ga ik vertellen hoe je moet automatiseren bij de politie. Want in de vorige uitzending over de automatisering van de politie eh, heb ik verteld dat het daar een ongelofelijke puinhoop is. Dat het alles bij elkaar eh, iets tussen de 5 en de 20 miljard euro heeft gekost. Eh, teruggerekend naar de waarde van de euro nu. Hè? Want een gulden in de jaren zeventig was denk ik meer waard dan een euro nu hoor. Maar. Ik hou me even op de vlakte wat dat betreft. En. Dat heeft ineens van de bak geld gekost. Eh, ze raken gegevens kwijt. Ook nog een keer. En de onderlinge communicatie. Dus als heerlijk een zaak opent. Dan kan uh, Utrecht niet gelijk meekijken. Dat kan dan wel, ze kunnen dan uh, een beetje communiceren. en dan gaan de gegevens van A naar B en zo. Maar Utrecht kan niet, als dan Utrecht iets ziet van de zaken. dat uh, of heren die meldt wat over de zaken. en dat Utrecht denkt, ja, maar daar heb ik ook wat over te vertellen. Want er wordt hier wel gezegd dat Schelen Nederlands erbij betrokken is. Maar nou, ik weet dat als Schelenelis erbij zit... dat Joris de Messen gooien, die zit er ook bij. <coughs> Want die zijn in die periode samengezien in, uh, in het barretje De Engel. Hier op de, op de Warme Bollestraat. En dan moet dus iemand vanuit Utrecht uh, een ding kunnen doen in het dossier van Heerda. Ja, maar dat gaat even niet. Dat, is de, dat komt omdat die politiebureaus werken met verschillende systemen. Eigen systemen. En dan durven die hufters ook nog te zeggen: van ja, dat doen wij voor de veiligheid. Ja, de veiligheid van wie? Niet voor de veiligheid van Manuel Schatwald, uh, wiens dossier uh, een beetje, heel klein beetje zoek was. Heel klein beetje maar hoor, we konden het gewoon echt niet meer vinden. En Manuel Schadwald, dat was een schandknaap uit Berlijn. En die is, ja, mag je aannemen, op een gewelddadige manier om het leven gebracht ergens in Nederland. Dat is, dat is vermoeden. Gebaseerd op aannemelijkheid. Maar ja, achter de ware toedracht zullen we niet komen. En misschien is hij wel vermoord in Liechtenstein, ja weet je wel. Dat weet je niet. Maar hij leeft niet meer. En het laatste hebben ze, voor hem, in leven, hebben ze hem in leven gezien toen hij dertien was. Veertien. Hij is waarschijnlijk geen vijftien geworden. Dus er is een ernstige noodzaak voor ons, niet alleen voor mij, maar voor ons om hier wat aan te doen. En de overheid is al veertig jaar bezig om er wat aan te doen. En de NPO die heeft er een heel artikel aan gewijd, staat op hun website. En het heet uh, ICT, politie, al 40 jaar lang hoofdpijndossier. Of een titel van gelijke strekking. Ja. Zoek het maar even op. Daarin staat uh, per jaar, of ongeveer een jaar, per periode, zo'n beetje. En wat er uh, zowel gezegd is door uh, Bobo's bij de politie, uh, daar zie je het hele drama verhaal dat het voor geen meter opschiet. Momenteel werken bij de afdeling automatisering van politie en justitie 2500 man, waarvan een fors deel, letterlijk van de NPO, gebruikt ze het woord fors deel, extern is ingehuurd. Nou, een extern ingehuurde programmeur, dan moet je gaan denken aan 90 euro, 100 euro per uur. Nou, stelt dat van die club, het forse deel, dat we dan hebben over een derde, zouden we? Dat is een derde van 2500 man, dat zijn dan 800 man. 800 man, a 100 euro per uur. Ja, dat is dan uh, alles bij elkaar kost het dan. Ja, 800 man aan 100. 80.000 euro per uur kost dat. Elk uur. En die kosten gaan maar door. Hè? Want de situatie is nu zo dat het onderhoud van de oude systemen. dermate veel budget opslokt. Dat er geen budget is voor het oplossen van het probleem, namelijk het komen met een fatsoenlijk systeem. Met andere woorden, men ziet geen licht aan de horizon gloren. Dus uh, de Nederlandse burger die mag uh, de laatste dubbeltjes uit zijn portemonnee gaan schrapen en het in deze bodemloze put gooien. En als jij als burger dit niet erg vindt. En dan denk je, de overheid, oh ja, we weten het toch allemaal, de overheid die smijt met geld en oh, Pirie, moet je niet zo moeilijk over doen hoor. Dan heb ik het liefste dat jij een ernstig ongeluk krijgt. En dat je dossiers zoek raakt bij justitie. Je, het liefste heb ik dat dat soort mensen uit Nederland vertrekken. Of dat we zeggen: uh, één provincie van Nederland. dan mag iedereen gaan wonen met die mentaliteit. En dat noemen wij anarchistenland of zo. Of nou, anarchia of whatever. Uh, nee, dat noemen we uh, criminele paradijs. Zo noemen we dat. Want ik ben namelijk zelf anarchist. Dat is een heel ander verhaal, maar dat ligt ik nog wel een keer toe. Noemen we dat criminele paradijs. Ga je daar lekker wonen. Ja. Krijg je een eigen overheid, mag je ongelooflijk veel belastingen betalen. En die doet helemaal niks van jouw belastingcenten. Die gaan alleen maar prostituees uitnodigen en dikke feesten vieren op jouw zuurverdiende centen. Dan ga je daar maar lekker naartoe, homo. Ja, je kan er boos van worden, want die achterloosheid, het, dit, het moet een keer afgelopen zijn. Ja? Nou, voor de rest wordt dit een hele positieve uitzending, want hoe gaan we dit aanpakken? Hoe gaan we ervoor zorgen dat politie en justitie een systeem krijgt? Wat landelijk werkt. Waarin de verschillende korpsen prima kunnen zien wat de andere korpsen aan het uitvreten zijn. En waar ze dan ook berichten achter kunnen laten. Van oh, zijn jullie daarmee bezig? Nou, zouden jullie ook even willen kijken naar deze zaak? Want het lijkt wel een heel ander gebeuren. Maar we hebben het vermoeden dat het gaat om een en dezelfde bende. Dat soort dingen, snap je? En iedereen kan in mekaars dossier kijken en iedereen kan in mekaars dossier uh, dingen kan aan mekaars dossiers dingen toevoegen. Iedereen. Dus als jij als agent wat te melden hebt, als dus je ziet dat ze ergens een Ugewaard bezig zijn met iets en dan schiet jou iets te binnen, dan doe jij eventjes een, een, een entry in dat dossier van wat zei ik Waard. En muteren. Het kan helemaal niet. Dus als Heer Hugo Waard een dossier aanlegt. en ze denken nou, oeps. Oh, dat hadden we eigenlijk helemaal niet gewild. Uh, ja, ik, ik zoek het knopje. om dat dossier weg te gooien. Perry, wat zit dat? Perry, Perry, kan je even komen helpen? Ik zeg. waar gaat het over? Nou, ik, ik wil een dossier weggooien. Ze zeggen, nou, dat kan niet. Ja. Maar uh, Waarom niet? Nou zeg ik, omdat het niet kan. Uh, maar uh, het kan in gewone computers kan het wel. Dat dossier van Manuel Schatwald is toch ook weggegooid? Ja precies, en daarom kan het ook niet. Want politieagenten hebben de onhebbelijke woontes, gewoontes om dossiers van mensen zoals Manuel Schatwald om die eventjes weg te gooien. Nou, en daarom kan het niet meer. Dus de politie mag niks meer weggooien. Punt. En als je dan als politieagent iets hebt ingevoerd, waarvan je de volgende dag denkt van, oh, wat, oh. er zit helemaal vol met typefouten. oh, nou, dan moet je nog een ding invoeren. Want, uh, ik heb gisteren iets ingevoerd en dat is dat en dat dingetje en dat heb ik nu bekeken en er zit op de volgende fouten in. En als jij als agent daar een gewoonte van maakt dat jij dingen pleurt in dossiers, waar je vervolgens allemaal dingen aan toe moet gaan voegen, want dit was fout en dat was fout en zus was, was fout, ja, dat staat niet goed bij je volgende evaluatiegesprek. Want het dus komt mooi onder jouw dossier te staan. Want alles wat jij als agent invoert, het komt onder jouw account te staan. Ook al jouw erata. Erata is een duur woord voor, uh, oeps, sorry. Nee, dus je mag niet weggooien en je mag ook niet wijzigen. Ja, maar hoe moet het dan als ik een heel lang verhaal maak? En, uh, en dan ben ik s'avonds aan het typen en dan denk ik: Oh, hey, ben ik ben een beetje moe. Uh, dan ben ik toch naar huis kunnen gaan en dan de volgende dag verder werken aan hetzelfde ding. Ja, natuurlijk, jongen. Natuurlijk mag dat. Ja, maar dan zeg ik dat dat niet kan. Nou, zeg ik: Heb je gehoord van een tekstjeverwerkertje? Dus jij bent je s'avondjes bezig, je. Ja? En jij komt niet af, je, ja, met je tekstje. Dan eh, doe je dat in je tekstje verwerkentje. Ja? En als je s'morgens klaar bent en het hele verhaal is af en heb je doorgelezen op typfout en het is foutloos. En dan doe je de upload. Snap je? Ja, maar uh, ik wil wel uh, zo'n tekstverwerker. Want, uh, welke tekstverwerker moet ik dan gebruiken? Want uh, uh, met vette letters en uh, ja, de, de dingen, daar, daar maak ik wel veel gebruik van hoor. En dan uh, kan ik dan ook van die tabellen en uh, allemaal van die lijntjes en, en dingen doen. Nee, dat kan helemaal niet. Ja, maar hoe moet ik dan ervoor zorgen dat het er leuk uitziet? Nou, dat hoeft helemaal niet. Nee, als jij als uh, agent. Wat jij doet melding van, we hebben een of andere stuk tekst en jij vindt dat dat ingetypt moet worden in een centraal informatiesysteem. Huh? Stel. Nou, dan heb je de, de letters van A tot en met Z. Uh, je hebt de benodigde symbolen, uh, dus het euroteken, dat is uh, ALT 2 op een Mac. Ik weet niet wat dat op Windows zit. Je mag ook zeggen EURO, nog mooier. Uh, kortom, alles wat je intypt dat valt onder de categorie UTF 8 beetje ingewikkeld de maar daar kan je zelf Cyrillische tekens in doen. en Alles kan erin. Het enige wat je nodig hebt is de juiste OS die dat aankan. Uh, Mac kan het allemaal. Op Facebook kan je ook in het Cyrillisch typen hoor. En daar zit. Vette letters, nee, dankjewel. Schuine letters, nee, hoeft niet. En tabellen in je tekst verwerken. Nou, als jij een tabel hebt, dan. Euh, 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 ja, bekijk het maar. Dan <giggle> maak er maar een verhaaltje van. Of je maakt een tabelletje en dan euh, schiet je daar een PDF van. En dan pleur je die PDF erin. En dan doe je iets leuks in Excel. Hè? En dan maak je in Excel een mooie staafgrafiek of paalgrafiek of whatever. Maar, hè? En dan zeg je print. Komt er een pdf uit en die pdf die ga je uploaden. Klaar. Niks geen gevoetel in het centrale systeem met allemaal mogelijkheden. Want al die opties die je erin stopt, die worden straks weer voor verbetering vatbaar. En dan zouden we moeten upgraden en daar hebben we geen zin in. Want iedere upgrade, update, dataconversie, ook al doe je dat nog zo zuinig en denk je er kan altijd iets fout gaan. Dus dat willen we niet. Klaar. Dus vandaar werk je toe naar een systeem uh, wat bijzonder simpel en eenvoudig is. Want zoals mijn opa, wijle opa zei: "Jongen, als je een fiets koopt, koop een fiets met een terugtraprem." Want al die fietsen met al die sniksnak, nou, zei mijn opa, het kan alleen maar kapot. Heb ik daar niet naar geluisterd en ik heb toen een, uh, toch een fiets gekocht <laughs> met snikstak en inderdaad de maar opa had gelijk. Ik weet nog dat ik op een dag, ik was op weg naar school, en ik had er al 13 kilometer op zitten door het Groningse platteland. En ik had de vaart er goed in. En ik scheur zo richting het centrum van Groningen. En ik kom bij een kruispunt aan en ik wilde eigenlijk dat stoplicht halen, maar dat lukte dus niet. En die sprong net nog op oranje, ik denk, fok. En ik ging al auto's rijden, ik denk, fok. Ik ga keihard in die handremmen knijpen. En toen zag ik zo een van die remblokjes in een mooie parabolische boog zo poef verdwijnen richting, uh, ja, uh, die schoot wel uh, vier meter verderop zo. Hoor. Maar toen had ik aan mijn rechterkant geen remblokje meer. Ah, uh, dat was, uh, was even schrikken. Had mijn opa toch gelijk. Uh, al, die, na, al, die, al die frutsen en fratsen kan alleen maar kapot. Nou, en het derde wat we nodig hebben, is dat justitie aan kan geven wie er veroordeeld is. Voor welke misdrijven aangaande welke aangiftes. Dus de aangifte gaat erin. Eventueel aan de aangifte komt eventueel een dossier met foto's en. Uh, ik heb aangifte gedaan van geweldpleging. En dan pakte die vrouw pakte een camera. Uh, ja, dat was een beetje bijna pornografisch. moest ik mijn t-shirtje omhoog doen. Zes ja, ietsje hoger nog. <laughs> allemaal blauwe plekken had ik op mijn bast. En ik al die blauwe plekken laten fotograferen. Ja, ik ben een mannetje, dus we maken het uit. En het ging allemaal erbij. Uh, mijn verhaal, en dat kan gewoon in platte tekst, terwijl, maar niks bijzonders. Gisteravond, blablabla, die en die langskomen. Uh. Nou, van zo'n aangifte wil je weten de datum van de aangifte, de persoon die de aangifte doet, de ambtenaar die de aangifte in ontvangst die dat ingevoerd heeft, het tijdstip van de aangifte, datum, tijdstip en de locatie. En dan de codering erbij voor waarvoor. Dus in dit geval geweldpleging. En dat kies je dan uit een pop-up menu. En dan lijkt mij uh, drie lagen diep. Dus dat je dan een hoofdcategorie hebt en dan daarbinnen een subcategorie en dan misschien nog een categorie of zo. Maar het moet ook mogelijk zijn om te zeggen dat dit is gewoon de hoofdcategorie diefstal bijvoorbeeld. Dat is wel duidelijk. Wil je is gestolen, dan is het diefstal. En dan wat? Ja, dan heb je ook weer drie categorieën, net als op Marktplaats. Als je op Marktplaats iets te koop aanbiedt, heb je drie categorieën. En dan moet je aangeven wat er gestolen is. En als er drie dingen gestolen zijn, dan heb je drie aangiftes. Klaar. Mijn fiets is gestolen. En mijn schoonmoeder. En mijn auto. En mijn goudvis. <laughs> en wat voor merk goudvis was dat dan? Nou, zo simpel is een aangifte. En dat moet je ook niet ingewikkelder willen maken. Want als je ingewikkelder gaat nadenken over een aangifte. dan kan je de situatie krijgen dat ze over een tijdje gaan zeggen. Nou, het is, ja, als je het zo ingewikkeld doet, dan is het wel best. Maar dan moet het eigenlijk uh, ja, of wat minder ingewikkeld worden. of het moet nog iets ingewikkelder worden. Want uh, op deze manier gaan die, die aangiften. Die, die vallen dan een beetje buiten de boot. Dat krijg je dan namelijk. Terwijl als je het zo simpel houdt, zoals ik het net zei. Uh, dan hoef je nooit wat te veranderen uit heb je een code die, ja, die is wel ooit verzonnen, maar er wordt nooit een aangifte op gedaan. Ja, dan is de vraag, uh, moet die code nog gehandhaafd worden of zo? Dus de mensen zeggen, ja, bij die aangifte moet je, dan, dan staat altijd die code staat bovenaan, maar die gebruiken we echt helemaal nooit. En kan die dan niet naar onderen toe of zo? Ja, het staat er op alfabet. Ja, maar die gebruiken we nooit. We kunnen dan niet in dat pop upje dat je A tot en met Z krijgt van de meest gebruikte codes. En dan een soort streepje. En dan eronder dan de codes die, we, die er wel zijn, maar die we nooit gebruiken. Nou, dat zoiets kan bijvoorbeeld. Dat is in het interface. Maar die codetabel, daar gaan we niks aan veranderen. Ben je maar af. Eén keer ingevoerd. En dan blijft het ook zo. Geen mutaties, geen deletes, helemaal niks. Alleen maar nieuwe toevoegingen. Erg belangrijk. Nou, en hoe zeg je zo'n systeem? Oh ja, de veroordelingen, dat moet justitie dan doen. Justitie heeft iemand veroordeeld, en dan is iemand blablabla, uh, bla bla, gevangenisstraf en zo. Of boete, of whatever. Hè? Is hij veroordeeld? Heeft hij een strafblad? Ja. En hoe zet je dat nou op? Dat is, in principe is het niet moeilijk wat ik er nu te verteld heb. Het is een tabel met aangiftes. Uh, het is een tabel... Oh, het dossier, daar heb ik het nog niet over gehad. Wat is een dossier? Nou, een dossier is niets meer dat je in het kader van een zaak... of eventueel meerdere zaken... Uh, begin jij met het bijhouden van gegevens... En een gegeven kan zijn. Een, een stuk tekst of een foto. Zo wel. Of het kan zijn een groep van gegevens. Ja, dus uh, je hebt. Een, aangaande een zaak heb je zoiets. en dat noem je van. Uh, weet ik veel. Uh, dan geef je dan een bepaalde tekst aan, dan geef je een titel aan en dan zegt uh, Dit zijn de foto's die ik gemaakt heb uh, tijdens een criminele feest, Huppeltje pup, uh, daar en daar. En dat is een ding één. En dan kan je daaronder kan je dan foto's uploaden. Dat noem je een recursieve structuur. Dus dan moet je denken aan een, Dat bestaat niet op computergebied, by the way. Niet dat ik weet, maar dat je... Denk ik even aan een Mac, hè? dan heb je van die mappen. Hè? Nou, een map op een Mac, dat heeft zelf niet veel informatie, behalve een titel. Een bestand, daarentegen, dat heeft een titel en daar zit informatie in. En een bestand kan je ook... Uh, dat, kan je dus, dat kan op een Mac dus niet, maar dat zou je kan je voorstellen dat je aan een bestand aan zo'n zo itempje, dat je daar tags aan hangt. Bijvoorbeeld aan een foto, uh, dat je dan een tag hebt... op deze foto staat, dubbele punt, en dan, dan zeg je dat het Piet. Piet de Messentrekker. En, en volgens, op deze foto staat uh, Jan uh, de Mosterdman. En op deze foto staat... Uh, dat je drie criminelen gefotografeerd en dat je dan even bijzet van: dat is een foto van Jan Mostertman. En dat een ander dan kan zien van: hé, hey, Jan Mostertman of de Mostertman, de wasserhalie als het ook maar is. Uh, oh, heeft hij op de foto gestaan met Fred de Flessentrekker? Oh, hoe ziet die foto eruit? Ja. Dus je moet die informatie die je in het dossier gooit, dat, dat moet je coderen. En het aantal coderingen per informatieding, dat is net zoveel als ik je zelf wil. En wat vaste dingen, dat als het gaat om een foto bijvoorbeeld, nou, van iedere foto weet je er is een locatie waarop die foto genomen is, waar die foto genomen is, en er is een datum en tijdstip waarop de foto genomen is. Dat weet je van iedere foto. Ja. En dat moet dan vast zijn, dus dat je van een foto weet je altijd waar die foto genomen is en wanneer. Ja. En als je dat dan niet meer weet, omdat het een hele oude foto betreft of zo, dan moet een rechercheur die dat invoert, dat maar even categoriseren onder. Uh, ja, het is genomen in Nederland of zo. Of in Europa en meer weet ik ook niet. Dat je het heel algemeen weet. Als je natuurlijk niet weet wat de precieze herkomst is van een foto, ja, het zou jammer zijn dat die dan niet ingevoerd kan worden in het systeem, hè. als daar belangrijke dingen op staan. En wederom blijft eh, dat je die, die tags eh, niet kan muteren. Dus daar moet je goed over nadenken. Dus de mensen die werken met het systeem, die moeten daar training in krijgen. Dat ze niet eh, net als op Facebook maar een beetje gaan lopen posten. Want op Facebook kan je zeggen bericht bewerken. Ja. Maar dat kan dus niet in dit systeem. En dat, dat vereist een bepaalde discipline bij het invoeren. Dus twee keer nadenken voordat je op enter klikt. En werken met pen en papier erbij. Dat je voordat je gaat invoeren, dat je eerst even op papier zet van nou, wat ga je nou allemaal doen. En dat je een kort uh, plannetje maakt met verschillende aandachtspuntjes. En, en, en dat je dat, dat lijstje, dat je dat keurig afwerkt en gewoon heel nauwkeurig werkt. En ook een hele goede strategie, die heb ik gehoord van een medewerker van IDS, Electronic Data Services. Dat bedrijf van Weile Rospero. Hele grote automatiseerder. Geweldig goede company. En daar werd gewerkt met duo's. Dus uh, de, als iemand ging programmeren, dan zat er altijd een programmeur naast. En die programmeerde zelf niet. Nee, die keek alleen maar wat die programmeur deed. De, een bijrijder, zo maar zeggen. Dat, dat zijn dan de strategieën die je kan hanteren Bij, om om te gaan met een systeem waarin je niet kan muteren. Dat vereist extra veel aandacht aan de data invoer. Snap je? Nou, en dan naar de techniek die erachter zit. Als operating system voor die server. Want je hebt het over één systeem, dus heb je het over één machine. Uh, er moet dus één machine zijn. Nou, ik weet niet hoeveel mensen er bij de politie werken. Dat zijn natuurlijk duizenden mensen. Die zitten niet de hele dag in te voeren in dat systeem, natuurlijk. Maar je moet wel uh, duizenden uh, gebruikers simultaan aankunnen. Het we niet zo zijn dat, uh, dat het systeem overbelast raakt of zo. Dus dan moet je dimensioneren en dat doe je het beste door het... Uh... Ja, hoe moet je dat doen. Nou, ik zou in eerste instantie uh, instappen met uh, belachelijk veel. Even een, uh, als je gaat werken met, uh, met de, de architectuur die ik heb ontworpen, dan, dan kan ik een schatting maken van wat een gemiddelde gebruiker aan werkgeugen nodig heeft. Dat is een aantal megabytes. Nou, dan moet je dat vermenigvuldigen met het aantal gebruikers wat je redelijkerwijs verwacht. En dan vermenigvuldig je dat met een factor 4. Dus voor het geval je op een moment vier keer zoveel gebruikers krijgt dan je redelijkerwijs kan verwachten in een pieksituatie. Vier keer de verwachte piek. Twee keer de verwachte piek. En dat koop je dan, tegenwoordig is RAM, dat kost helemaal niks meer. Ten meer dat je het hebt over een oplossing voor een probleem. wat tot nu toe al 5 à 10 miljard euro heeft gekost. Dus dan hoeven we niet te gaan bezuinigen op RAM. Ik heb al gezien, er was een refurbished Dell machine, 19 inch. Dat is een machine die moet je. zit niet eens een kast omheen. Heb je ook niet nodig heb je zo'n rack, een uh, ding met allemaal die gaatjes, uh, die schroef je erin met boutjes en hangt die. Zo. Kan je heel handig aan de achterkant kan je erbij, kan je stekkers in prikken. En het ding had 16 processoren of zo en 256 gigabyte aan RAM. Nou, uh, daar kom je wel mee toe, hè? Dus als je met mijn systeem zou gaan werken, dan uh, laten we uitgaan van uh, 2 megabyte per user. Nou, als je dan 256.000 megabyte hebt, dan zou je dus 128.000 simultane users kunnen draaien. Nou, dat lijkt mij ruim voldoende. En wat kostte die machine? 8000 euro. Refurbished, dus een hebben tweedehandsje, maar wel helemaal opgeknapt. Met een nieuwe koeling erin en ja, alles wat maar kan slijten. En... Ja, die processor, die blijft wel draaien. Maar misschien een nieuwe voeding of zo, dat weet ik niet. Ja, dat is 8000 euro. Maar zo goedkoop hoef je het natuurlijk niet te zoeken als je een systeem gaat opzetten voor de politie van Nederland. Dan neem ik aan dat je voor een server toch een ton uit mag geven. Nou... Nou, en dan draai je daar als operating system draai je Linux. Ik zou geen enkele reden weten om iets anders te nemen dan Linux. En dat is dan de. Als je nu kijkt naar Linux, zou ik gaan voor Ubuntu. Al jarenlang uh, leveren de jongens van Ubuntu operating system versies af. En die worden gedoopt LTS. Dat betekent Long Time Support. Dus de werking van dat operating system wordt voor de langere termijn gegarandeerd. De strategie van die Ubuntu jongens is dezelfde strategie als die ik van plan ben dan om toe te passen voor de automatisering van de politie. Dat betekent geen snacksnak. Dus als je een Ubuntu installeert, ik ben er nu weer met eentje bezig, hier thuis. En dan moet ik zelfs de, de, de compiler en zo, moet ik installeren en ik, moet, ik zeg het maar, een hele rits, trits dingen moet ik installeren. Maar is groot, dat is allemaal een te stickje. En dan gebruik je de server variant. We hebben geen user interface nodig anders dan een zwart scherm, witte letters en een toetsenbord. Een muis, lamen zitten. Niet nodig. Sterker nog, zo'n server, daar, daar sluit je niet eens een monitor op aan. Op die machine heb je nodig in het geval zoals ik dat voor ogen zie. Een product zoals ik dat geschreven heb. En daarvoor heb je nodig een compiler. En dat is de standaard compiler die geleverd wordt. Die geschreven is in het kader van Unix. Linux is Unix. Hè? En die heet de GNU compiler ding. Super super simpel te bedienen. Dus M-A-K-E. En dan enter. En dan moet je even een koffie drinken. Trouwens, op zo'n machine, die zo'n uh, base van de machine is die zo klaar met compileren hoor. Nou, dan moet je daarop draaien een database management systeem. En voor Unix is daar een geweldig goed systeem uit Scandinavië. Heel treffend ook uit Scandinavië, want Linux. Dat komt van Linus Torvalds. Dat komt ook uit Scandinavië. En MySQL, dat komt ook uit Scandinavië. Dus ook uh, open source, uh, gratis, dingen. Geen enkel probleem. Prima database manager. Ja, er zijn de mensen die zeggen, ja, maar je moet een uh, db2 is beter. Man. Uh, mijn punt is, MySQL voldoet. Ja, maar in DB2 heb je mogelijkheden en dan kan je dit doen en dat doen. En dan zeg ik ja, MySQL voldoet. Ja. Ja, al die database management systemen zoals Oracle, die hebben dan als meerwaarde dat ze rollbacks kunnen doen, bijvoorbeeld. En dat betekent dat je dus de opdracht kan geven om terug te gaan naar de versie van gisteren. Dan heeft er dus iemand iets gedaan en dat was een heel verschrikkelijk en dan wil je alles weer hebben zoals het gisteren was. Dan doe je een rollback en dan kan je een rollback doen van delen van transacties. Nou, dat is een reden om te zeggen dat je zo'n systeem niet wil, want dan gaan we dus op uh, vandaag gaan wij uh, gegevens van gisteren uh, muteren. En ik had gezegd mutaties. Waaronder dus ook delete acties, verwijder acties, zijn absoluut verboden. Dus wat we nodig hebben is een hele eenvoudige versie van een database management systeem zonder sniksnak. Het enige doel van het systeem is dat als er een nieuw record wordt aangeleverd, dat het vastgelegd wordt in het systeem. En klaar. En dan bijzonder simpel. Ja? Nou, de tabel aangifte. Daarin is minimaal sprake van twee personen. Namelijk de persoon die de aangifte komt doen. En de persoon die de aangifte noteert. De ambtenaar, de politieagent. Nou, die persoonsgegevens die gaan we natuurlijk niet intypen in een stukje tekst. Hè? Want de ene die noemt dan. Uh, uh, Joris, uh, die dan uh, dienstdoend agent is van de Huppertspub... die noemt hij altijd Joris van der Valk. En die ander, die zegt hem altijd... Nee, hij, die noemen we uh, Joris Melkpak. Want uh, Joris Melkpak, zo wordt hij er altijd genoemd... want hij komt altijd bij de lunch... en dan dus zet hij een melkpak op tafel... en dan gaat hij dan een heel melkpak op drinken. Dus hij heet niet Joris van der Valk, hij heet Joris Melkpak. Ja, dat moeten we niet hebben. Huh? Dus er moet een tabel in dat systeem komen... Met alle personen. Heb je? Mooi zo. En wat zijn personen? Nou, personen zijn, punt 1, mensen. En punt 2 zijn dat instanties. Instanties in de ruimste zin van het woord. Dus onder instanties vallen, dubbele punt, verenigingen, stichtingen, uh, voor mij wat criminele bendes, dat is ook een instantie. Als je daarvan op de hoogte bent, ja, voer hem in. Maar ook bv's, nv's, uh, zeg maar. Uh, een gemeentehuis, uh, de, de, een gemeente Arnhem bijvoorbeeld, is een instantie. Noem het maar op. Dus natuurlijke personen en rechtspersonen, zijn dat ook wel. Nou, natuurlijke personen, die merken wij niet alleen aan met de naam, want ja, ik heet dan Perry Franciscus Martinez-Winkel, maar ik ben niet per definitie de enige die zo heet. In mijn geval denk ik wel. En ik weet dat niet zeker. En ik ben misschien nu de enige die zo heet, uh, maar morgen misschien niet. Huh? Dus dat ik Perry Franciscus Martinez Winkel heet, dat is heel informatief. En dat moet er ook in komen te staan, onder het kopje naam. Maar ik word geïdentificeerd, ik word uitgekozen uit een lijst op basis van een unieke code. En die unieke code voor een mens hier in Nederland luidt BSN. Vroeger heette dat SOFI. Dat was toen de afkorting voor Sociaal Fiscaal Nummer, en nu heet het Burger Service Nummer (BSN). Nou, dat is mijn unieke code. Nou, zo'n tabel met personen, die heeft dan nu dus twee uh, noem het, het velden, en die ene is naam en de andere is dan die unieke code. Waarbij naam natuurlijk bestaat uit een aantal veldjes: voornaam en nog een voornaam en nog een voornaam. Hoeveel voornamen maximaal? Vier of zo, dan vind ik het genoeg geweest. Maar dan. Maar daar mag de Tweede Kamer over beslissen. De Tweede Kamer mag meedenken over dit soort dingen dan. Hoeveel voornamen heeft een persoon? Een natuurlijk persoon. Nou, dan heb je voorvoegsels, iemand heet Van der Berg, maar die staat onder de B van Berg. Maar dat kan je zien als één uh, groepje van velden. Dus je hebt het veldcode voor de unieke aanduiding. Dan heb je het veldnaam om te vertellen wie het is. En dan heb je los daarvan heb je de werkelijke unieke code, die. ...per definitie niet muteerbaar is. Nou is die unieke code... ...zo'n burgerservice nummer... ...is ook niet muteerbaar. Maar dat is op applicatieniveau. Op het niveau van het interface... ...kan je die code niet wijzigen. Is ook niet de bedoeling. Hè? Maar er is ook nog een code... ...die niet gewijzigd is. Of een code, een nummer is dat... ...in de regel. Daar zal ik voor kiezen. En dat is een nummer van 8 bytes. En dat is... ...in theorie... Niet te wijzigen. Dat is de primaire sleutel, zo heet hij. In MySQL is dat ingebakken. Dus als je daar een tabel maakt, is de eerste kolom die je aanmaakt, dat is de, de primaire sleutel. En dan kan je helemaal wild gaan aan andere kolommen die je erin wil hebben. En zo gauw je daar een record aan toevoegt. Dan krijgt dat record als primaire sleutel het cijfer getal 1. En dat kan je niet muteren. En dan krijg je een hele rare sequel. Dat, dat, misschien is het. Nee, je kan het in principe niet muteren. Nee. Wordt erg lastig. Dan kom je in de syntaxproblemen. Dat, dat is niet op te schrijven in de taal waarmee je een database management systeem aanspreekt. En die taal heet SQL. Structured Query Language. In de Structured Query Language kan je zo'n primaire sleutel niet muteren. Zo so nou, Dat is precies wat je wil. Dus dus een, uh, alle gegevens zijn per definitie niet te muteren. Maar dat zit op het applicatieniveau, de toepassing. En de primaire sleutel van zo'n tabel. Dat je überhaupt, dat, dat kon al niet. Ook al ga je op je kont staan, uh, dan krijg je in het... In het interface niet voor elkaar. Ook niet als je direct inlogt op de MySQL-database en je kan blind typen en je weet allemaal trucjes. Dat kijkt ook niet van elkaar. Zo'n doorlopende nummering. Uh, heeft geen enkele inhoud. Hmm. En de persoon weten we ook. heeft een geboortedatum. Eventueel een geboortetijdstip. en een locatie van geboorte. Punt. Een instantie heeft een oprichtingsdatum. Meestal geen oprichtingstijdstip, maar eventueel. En een oprichtingslocatie. En een, een nette instantie wordt dan opgericht door zich bij te melden bij de Kamer van Koophandel en dan is de locatie uh, die Kamer van Koophandel. En dat is dan ook weer een instantie. De Kamer van Koophandel is een instantie. En als een persoon dus uh, aangegeven wordt door zijn vader of zijn moeder dat hij geboren is... Nou, dan is die persoon dus formeel gesproken tot leven gekomen op die datum, op dat tijdstip, la is hij geboren. En dan staat er ook bij het tot stand komen van het persoon... wat mij betreft dat hij dus in de gemeente Arnhem is toegevoegd aan, ja, aan het systeem. Door die en die ambtenaar. Zo krijg je dan in de tabel personen, als je nu voor Nederland een, een snapshot maakt, van hoeveel personen zijn er nu in Nederland, inclusief alle ambtenaren, I iedereen. Hè? Iedereen kan te maken hebben met de politie. Al is het er maar dat je getuige bent van een misdrijf. Hè? En iedereen die geboren wordt, uh, ja, uh, gelijk, uh, hè? Ja, je moet toch een burgerservicenummer krijgen, dus uh, als we dat even combineren, dan zijn we er ook gelijk vanaf. Hè? Met twee vliegen in één klap. En het systeem van de politie is natuurlijk leidend. Hè? Dat moet zo zijn. En dan heb je het in Nederland nu over 20 miljoen personen. Jo. En dat groeit alleen maar, want we gooien namelijk niks weg. En er wordt ook niks gemuteerd. Dus op het moment dat je een persoon invoert met een verkeerde BSN, dan ja, hebben we dikke scheid. En dan zal je een. Uh... Ja, want je kan natuurlijk afgevoerd worden van de actieve lijst. De actieve lijst het is een selectie van personen, namelijk de personen die actief zijn. Ja, en komt iemand te overlijden, dan komt er een overlijdingsbericht bij. En dan ben je als persoon, dan sta je niet meer op de actieve lijst, maar je staat nog wel. In de database. Met een aantekening eronder van overleden toen en toen. Ben je als persoon fout ingevoerd, als je kaart fout ingevoerd. Door de gemeente Arnhem door Joris van de Driepunter. En het was een foutje bedankt, ja, dan is er een groot probleem. En dan moet Arnhem dus een, een eratum gaan invoeren. Ja, sorry, een van onze medewerkers heeft een persoon opgevoerd, maar uh, dat was een... Uh, ja, we hebben hem inmiddels ook... Uh, ja, zit hij nou in Wolfheze onder psychische behandeling, want hij zag ze even vliegen. Hij dacht echt dat er iemand aangifte stond te doen van een baby, maar dat was helemaal niet zo. En die persoon had helemaal niet in de gaten dat die vent dronken was. Snap je? Nou, heb je dus een lijst met al die personen. Dat is erg handig... Voor het doen van de aangiftes. Dus uh, ga je ooit aangifte doen? Nou, ze kennen jou bij de politie. Wat mij ook heel handig lijkt is een pasfotootje. En dan een recente pasfoto. Wederom, we gaan oude pasfoto's niet weggooien. Want er mag helemaal niks weggegooid worden. Er mag niks gemuteerd worden. Alleen wat toevoegen. En zit er een pasfoto in het systeem van jou... waarvan jij denkt van ja, dit is al heel oud en zo... Nou, dan is het de hoogste tijd... Dat je even naar het gemeentehuis gaat. Want zeker als ik de baas word van de automatisering. dan komt er in het gemeentehuis een specifiek. Uh, nou, het hoeft niet eens een kamertje te zijn. maar ergens is er een muur met een achtergrond. Uh, lichtgrijs of zo. En uh, er zat een fotostatief. Uh, ja, zo'n zo ding. En een camera erop. Aan die camera uh, daar zit een kabeltje aan vast. En dat kabeltje gaat naar een laptop toe. of aan een computer. En uh, dan, dan doet iemand van de gemeente Arnhem. doet klik. En dan zat je pasfoto erin. Ja. Want de gemeente Arnhem die krijgt natuurlijk toegang tot dat uh, politiesysteem. Uh, zonder meer voor het invoeren van nieuwe personen. Want iedereen die nieuw geboren wordt, die wordt er bij het gemeentehuis aangegeven. Want ik heb een nieuw kind en dan moet de gemeente Arnhem even in kunnen voeren. Ja. Gaat gelijk naar dat politiesysteem toe. Poef. En heb jij een update van je mondbakkers? Omdat je je geschoren hebt of zo, of weet ik wel wat. Je hebt een piercing in je oor en je wil een nieuwe foto. En dan ga je even naar het gemeentehuis. Nou, kost je 5 euro of zo. Maar nou, je mag wel wat betalen. Want die die willen iedere week een nieuwe pasfoto. Maar, maar dan betaal je een bedragje. En het is een dienstverlening van helemaal niks. Maar ja, die camera, Wat kost een camera tegenwoordig en dan moet een foto's dat dieven. Uh, ja, ja, aan het einde van de dag moet iemand de moeite nemen om die camera achter slot en grendel te zetten, dat die niet gejat wordt uh, na avonturen. En s'morgens moet die ding weer even neergezet worden. En zo vaak komen mensen natuurlijk niet langs voor een pasfoto te laten maken. Ja. Maar als ze langskomen, komen, ja. Nou, en als we dan toch uh, daarmee bezig zijn, want in het kader van de politie heb je natuurlijk een recente foto nodig. Ja. Van iedereen, ja. ja en dan kan je vanuit dat systeem ook gelijk uh, een ID-bewijsje genereren. Want op een ID-bewijs, wat staat er nog meer op dan jouw naam... Uh, ...je geboorteplaats, je geboortedatum en een pasfoto? Hé? He? Heb je ook dat opgelost? Lekker makkelijk. Dus dan wordt het systeem van de politie... Uh, ...het leidende systeem voor het afgeven van ID-bewijzen... ...waarmee de politie ook gelijk gegarandeerd is van het feit dat... Iemand die met een ideebewijs in die en rondloopt, dat dat ideebewijs, dat die data komt uit hun eigen systeem. Want het is het leidende systeem, namelijk. Het systeem waarin niks wordt gemuteerd en niks wordt weggegooid. Nou, die aangifte, die doen we dus. Uh, dus heb je de aangever, uh, dan heb je degene die het uh, aanneemt, dat is die medewerker. Die politieagent. Heb je de locatie van aangifte. Dat is dan weer een locatie. Het is een instantie. En Die instantie heeft een locatie. En de locatie die moet je ook allemaal bijhouden. Maar een locatie is niets meer als een postcode en een huisnummer met toevoeging. Punt. Dus iemand van uh, de Arnhemse politie. die neemt mijn aangifte in ontvangst. En dan gaat mijn BSN-nummer. Ik, ik moest ook mijn ID-bewijs meenemen. Nou, dan heeft hij mijn, mijn BSN. Nou, dan stel ik mij voor dat die persoon dan. Hè, bij de politie heeft hij natuurlijk toegang tot het landelijke systeem. En dan is er van: Oké, okay, ja, bsn invoeren. Dan doet hij pats, Dan komt gelijk mijn meest recente pasfoto. En het is waarschijnlijk dezelfde pasfoto als die op zijn identiteits. wat ik hem gegeven heb. Dat is precies dezelfde pasfoto. Punt 1. En hij checkt dat ik inderdaad, dat mijn hoofd lijkt op die pasfoto of vice versa. Zegt, oh, daar ben je dus. Jij ja, bent Perry. Ja, ik zeg, met Perry ja. Mooi zo, identificatie gelukt. Nou, dan sta ik dus via de primary key, ben ik gerelateerd aan die aangifte. Nou, datum, tijdstip, dat zit allemaal, allemaal in. Daar hoeft die man niet in te voeren. Lekker simpel. Wat je niet kan, geen opties, geen opties, want dat willen we allemaal wijzigen. Nou, dat die ambtenaar, dat er gelijk staat, de aangifte wordt aangenomen door, dat is dan die ambtenaar. Eventueel ook een pasfotootje erachter, dat ik kan zien dat die man inderdaad hem is. Ja. Maar misschien dat je dat niet wil of zo. En die man die werkt, is werkzaam bij, uh, gemeen, bij de politiebureau Arnhem en dat staat dan ook, uh, de locatie van aangifte, dan is er weer het. Instantienummer, want bij de instanties heb je geen BSN, maar je hebt wel andere nummers. Alle politiebureaus hier in Nederland hebben een nummer. Ga daar maar vanuit. Alle gemeentes van Nederland hebben een nummer. Alle bedrijven van Nederland hebben een nummer. Alle verenigingen, stichtingen, allemaal hebben ze een nummer. Ja, dat nummer dus. Nou, en dan staat er een tekstvak open en dan gaan we lekker lopen typen. Klaar. En dan zou je kunnen denken: Nou, dan, dan typ je alles maar lekker in in het tekstvak. En dan kan je een, een save doen voor alle zekerheid. Maar die gaat niet naar het centrale systeem, bij AMAF. En die save die, die doe je lokaal. Dat kan tegenwoordig in HTML5. En dan kan je data opslaan in de pagina zelf. En dan kan je dat rustig gaan uitprinten. En dan kan ik even kijken wat ik allemaal gezegd heb. Dus ja, ja, dat klopt allemaal. Zo is het gebeurd. Nou, zei hij dan. Uh, dan ga ik hem nu uh, officieel maken. En dan drukt hij op de knop: uh, Aangifte officieel maken. En dan komt er dus uh, de beroemde boodschap van. Ja, hij wordt nu, uh, als je dit doorgaat. als je op doorgaan klikt, dan wordt hij geüpload naar het centrale systeem. En dan kan er niks meer veranderd worden. Bent u zich bewust van het feit dat u niet kunt wijzigen of verwijderen na deze actie? En dan moet die agent moet een aankruisvakje klikken. Klik. Ik heb dit begrepen. En dan doorgaan. En dan, en dan zegt die agent tegen mij: van, Nou ja, nu je hier toch bent, uh, kan je even, en dan krijg ik het toetsenbord. Ja. Kan je even je digitale handtekening zetten dat je akkoord bent met haar? Hè? Je hebt de tekst gelezen, geen handtekening, want dat moet weer ingescand worden. Dat is ingewikkeld. Ik heb toch mijn uh, verschrikkelijke wachtwoord? Hè? Als burger? Nou dan. En dan voer ik mijn wachtwoord in, en dan hoort die agent helemaal niet mee te kijken. Van, nou, ik die agent, ik kijk op de andere kant op, hè. voer ik mijn wachtwoord in. Poets. en dan komt eronder staan, uh, Perry Winkel uh, heeft uh, deze aangifte bevestigd dat hij het was die het gedaan heeft. En hij verklaart zich bij deze akkoord met de opgeschreven tekst. dat is het Nou, en dan kan die uh, agent nog besluiten om een, een, een dossier bij die aangifte te doen. Met foto's en van, van alles en nog wat. Ja, die ga ik niet de ding voor ding bevestigen natuurlijk. Dat lijkt mij niet nodig. Eventueel kan ik een dag daarna weer naar het gemeentehuis komen en zeggen: van... Nou, uh, die tv die gestolen is. Ik heb toch de aankoopbon nog gevonden. Ik dacht dat ik hem kwijt was, maar uh, mevrouw had hem ergens handig opgeborgen. Ja, fijn hè, zo'n vrouw. Ik zeg, ja, precies. Zeg, maar dit is de aankoopbon. Oh. Mogen we er even een kopietje van maken? Zei natuurlijk, schat. Nou, dan gaat hij ook bij het dossier. Zal ik ik deed aangifte van een tv. En ja. nou, die gaat ook bij het dossier van de aangifte dan. Hè? En elk ding wat je dus, uh, zo, elk, dus. Een dossier is zelf een dossier. Nee. Een, een dossier bestaat uit dossiers. Dus er is geen verschil tussen een item van een dossier of een dossier. Klinkt even een beetje gek, maar zo moet je het aanpakken. Dat is de oplossing. Dat heet de hiërarchie. De, de, heet de recursie, recursie. Dus dan moet je denken dat je een harde schijf hebt en die bestaat niet uit mappen en bestanden, maar die bestaat uit uh, mappen. Die ook bestanden zijn. Dus dan kan je bestanden in bestanden zetten. Het <laughs> klinkt een beetje gek, maar het werkt dus wel. Dat is precies hoe het werkt. Dus dan kan ik uh, van een gestolen waar. doe ik een foto erbij. En dan kan ik een dag daarna komen. met. Uh, weet ik veel, uh, de aankoopbon of whatever. Zo. En die hang ik daar weer onder. Die agenten doet het dan. Dus het dossier is ooit begonnen met een foto van het apparaat. En, en toen is het uitgebreid en uitgebreid en uitgebreid. Klaar. Erg handig. Nou, dan heb je los van de dossiers voor de opsporing. Nou, dat werkt zo een beetje hetzelfde. Dus iedere ambtenaar, opsporingsambtenaar die uh, heeft toegang tot het systeem... Dat het centrale systeem. En die kan daar een dossier aan gaan leggen. Dit zit. Je kan een zaak openen. Dus dat, dat, het uitgangspunt is natuurlijk een aangifte, mag ik aannemen. Of een zaak die justitie zelf opent. Dus oh, justitie geeft opdracht tot onderzoek. Of zo. Dus dan wordt de, de aangifte wordt gedaan door justitie. Het kan ook zijn dat de politie zelf aangifte doet. Dat er... Uh, een agent is de, een rondje gaan lopen door de buurt en die ziet iets en die denkt, nee, dat kan niet. Hier is iets aan de hand. En dan gaat die agent als het ware zelf aangifte doen bij zichzelf, wat mij betreft. Ik doe aangifte. En ik noteer, dat kan toch, twee keer hetzelfde BSN'tje. In het geval van een politieagent moet dat kunnen, vind ik. Nou, dan zit er weer een aangifte in. Nou, dan heb je die dossiers betreffende een aangifte. En aan het einde van de rit worden de mensen opgepakt, veroordeeld, whatever. En dan is de zaak afgerond en dan is de aangifte klaar. Nou, en in dat systeem worden er alleen maar dingen toegevoegd. Er wordt niks weggegooid, er wordt niks gemuteerd. En op ieder willekeurig moment kan je het systeem vragen: wat is het aantal openstaande aangiften? Punt. En dat krijg je dan keurig uh, gecategoriseerd naar, uh, naar de vorm van misdrijf. Er zijn zoveel openstaande zaken van diefstal. Van, uh ja. Er zijn zoveel openstaande zaken van diefstal. Ja. En dan zeggen mensen, ja, maar de, de, na verloop van tijd, vervuilt zo'n systeem. Hoezo? Nou, want uh, niet alle diefstallen worden opgelost. Ja, nou, en? Is dat mijn probleem? Het probleem van de politie, dacht ik. Het is een leuk onderzoek voor, voor later, hè? Het is heerlijk voor sociologen die over 100 jaar kunnen zien dat uh, na een lange periode. waarin uh, het Nederlandse volk gebukt ging onder het feit. dat ze wel aangifte doen, konden doen van diefstal. maar dat uh, 90% van de aangiftes nooit werd opgevolgd. met een opsporingsdossier. en dus daarom ook nooit werd opgelost. Oh, die situatie is voorbij gegaan met de wet van 2080. En nu zitten wij in het jaar uh, 2193. En nu is het zo dat uh, ja, de, het dieven gilde, dat, dat komt eigenlijk niet meer voor. Ja, maar dan blijft het nog steeds voor de, voor de kinderen van die dagen dan uh, ja, een mooi fenomeen dat wij momenteel... Ja, wij doen er geen aangifte meer van diefstal, of wel? Als je fiets gestolen wordt, ga je naar de politie? <laughs> Misschien als je auto gestolen wordt? Of ja. je fiets? Hm? Je niet Kijk, en elke... Uh, ...medewerker van politie... Ja, ...die logt dus in op dat systeem... ...en, ja, en die kan zoeken. Ja. En die kan ook... Ja, ...voor zichzelf kan die, uh, favorieten maken of zo... Moet kunnen. Maar dan moet hij dan maar lokaal doen, vind ik hoor. Dan moet toch kunnen dat een agent zegt van uh, dan ga ik even zoeken, want ik ben bezig met de zaak Schadwald. en ik ben bezig met die zaak en ik ben bezig met die zaak en bezig met die zaak. Er zijn er verschillende dossiers waar hij aan werkt. En dan doet hij uh, al die zaken doet hij boekmarken. Uh, ben je toch ook klaar. Ja. ja, maar wacht eens even. Als ik uh, op mijn computer een boekmaak open, dan ben ik gelijk op die website. Ja, in dat systeem natuurlijk niet. Moet je eerst even inloggen. En dan ga je dus als agent, kon je zo op je werk. En dan zaten in jouw browser een heel lijstje. Bookmarks kan je ook netjes in, ook weer mapjes maken. Ja, belangrijke dossiers waar je bezig mee bent. En, uh, interessante aangiftes waarvan jij denkt: van Nou, ik heb al een idee wie dat uitgevroten kan hebben. Hè? Nou, die heb je ook al in je favorite staan, bookmarks of zo. En dan denk je: Nou, wat zou ik vandaag eens aan doen? Oh, wacht, ik heb. Uh... Nee, ik zag gisteravond wat op journaal. Die zaak waar ze in waard mee bezig zijn. Uh, dan ga ik eens even kijken. Nou, en dan, dan klikt hij op zo'n boekmark. En dan vraagt het systeem als eerste: van uh, wie is u? En dan voert hij dus uh, zijn username dinges in. En zijn secret password. En is die binnen? En dat is het secret password. En, en, en hoeveel passwords heeft een sterveling? Nou, uh, in dit systeem één. Helaas ja. heb ik een digid eens uh, moeten activeren. Nou, had ik weer een wachtwoord. Ja, maar daar zit ik niet op te wachten. Ja, dus als je dit politiesysteem hebt, dan heb je die ene, die ene lijst, die ene lijst met al die personen. En al die personen die hebben dus één pasfoto. Ja, die oude pasfoto's zitten er ook nog wel, die hangen eronder. Ja. Er is dus één pasfoto van mij. En één wachtwoord natuurlijk. En met dat wachtwoord kan ik misschien uh, ja, ook wat dingetjes invoeren in het algemene systeem. In het kader van, ja, maar heel oppervlakkig natuurlijk. Hè. En ik kan me voorstellen dat als ik betrokken ben bij een zaak, als getuige of wat dan ook, uh, dat een politiebureau tegen mij zegt van. nou, uh, Jij krijgt van ons uh, voorlopig dan. Het, tijdelijk voor de komende drie maanden mag jij meekijken in, de, in het dossier, in het opsporingsdossier. Waarom niet? Dus als dat gewenst is. Hè, dan maken ze gebruik van mijn kennis. Maar dat is allemaal toekomst uh, gebeuren. Ik zou beginnen met uh, alle personen van Nederland in één lange lijst. Dat is wel heel gedoe. Dan moet je al die gemeentes moet je verplichten dat ze alle nieuwgeborenen aanmelden. En dat ze alle toestanden ook allemaal melden. En alle Kamer van Koophandels moeten alle nieuwe bedrijven, instanties, uh, toestanden melden. En als er eentje failliet gaat, dat doet een rechtbank volgens mij. Moet het ook gemeld worden zodat wij weten, dat de politie weet, maar wij ook als burger. Hoeveel actieve personen zijn er in Nederland? Dus als er iets gebeurt, dan speelt het zich altijd af tussen personen onderling. moet de politie ermee aan de slag kunnen en al die personen moeten erin zitten. Erg belangrijk. Dus, uh, noem het maar persoonlijke hygiëne. Nou, dit was dan beschouwing over de automatisering van de politie en hoe het moet. De oplossing. En zo moeilijk is die niet. Snap je? Mooi zo. En dan zeg ik op zijn hamburgs, Tjus! En dag, lieverds.